Lieve Tatties, welkom bij een nieuwe video. Sergio is al dagen in de keuken bezig. Ja. Dagen. Dag. Bijna dag en nacht. Nog en nog. Want? Want er wilden heel veel mensen eten van mij. Ja, mensen zijn dol op jouw eten. 95 om precies te zijn. En dat doe ik met alle liefde en plezier. Ja, wat heb je allemaal gemaakt? Nou, wat niet. Ik heb bruschetta, ik heb brood, die staan daar, die moet 24 uur rijzen. Ik had een nieuw recept. Ik heb funghi tripolati, die ga ik zo meteen maken. Hier een paar kilo staan. Risotto met spekjes, champignons en pompoen. Die staat hier. Gnocchi met burrata ga ik maken en pistache. Van de vakantie geïnspireerd. Ik ga een kleine parmigiano maken met aubergine. Ik heb bruschetta pomodoro, had ik al gezegd. Scampi met aardbei. Ik heb arancini gemaakt, weet je wel, die rijstbommetjes. Rolletje met aubergine, rolletje met courgette. Iets met cherry tomaat en spinata. Salami. Oh ja, pompoensoep moet ik nog maken. Ik heb hier voor 50 man pesto, pasta pesto salade. Ja, Siciliaanse caponata heb ik gemaakt. En ik heb een hele bijzondere pompoen gehad van de buurvrouw. Een of andere Japanse ik weet niet meer. Een groene en een oranje pompoen. Daar heb ik een Zucca agridolce. Weet ik niet meer. Zoet-zuur heb ik gemaakt. Kippetje met pesto en sesam. Nee, hier is de aubergine. Daar echt een shitload aan kaas. En hier zit dus al die risotto in. Dus nu moet ik even kijken of ik het in de koelkast gestout krijg eigenlijk. Ja. Oh ja, en hier heb ik die arancini. Arancini. Kijk naar Orancini. Orancini, lekker Hollands. Arancini. En toetjes. Ah ja, en de semifreddo inderdaad. Al limone. En ik heb dus voor het eerst in mijn leven citroen custard gemaakt. Curd. Ik zeg ook custard, weet ik waarom. Curd. Lemon curd. Is er nog iets wat we moeten proeven? En deze heb je al geproefd. Oh. En ik heb semifreddo over, dus die kunnen we zo meteen verurberen. Lekker. Goed bezig, schat. Maar alles is goed. Niet normaal, alle spanningen. Ja. Ja, wat het dan wel was, dat is eigenlijk niet bekend. Dat is verder ook niet belangrijk. Hij zegt, ja, weet je, ze kijken gewoon naar van, is het kanker? Want dat is de vraag. En dat is het niet. Ja, en ze gaan dus niet onderzoeken, wat is het dan wel? Weet je, het is waarschijnlijk gewoon een opgezet kliertje geweest. En het kan komen door, weet ik veel, verkoudheid, een virusje waarvan ik niet weet dat ik het draag. Ja. En het is natuurlijk wel zo dat met zo'n scan,
Ja, waarschijnlijk als hij het doet, dan komt er ook van alles uit. Alleen dan denk je niet gelijk van, what is going on, nee. Zeg maar. Dus ja, ik ben echt super opgelucht toch wel. Nou, een paar vreugdeuntjes gedaan vandaag. Ja, ja. Dus dat is echt, ja. Ik moet wel zeggen dat ik het toch wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat ik me toch nog steeds wel een beetje, ik ben wel opgelucht natuurlijk, ik ben heel erg opgelucht. Maar toch blijft er nog een beetje een gevoel in je maag hangen. Ja, maar ik denk ook, daar schreef iemand vandaag in de comments, dat als je het zelf niet hebt meegemaakt, dat je denk ik niet kunt voorstellen wat voor gevoelens, spanningen, emoties, een hele rollercoaster zeg maar, waar je doorheen gaat, dat wij dat ons niet voor kunnen stellen. Nee. Als je dat niet zelf hebt meegemaakt, natuurlijk ben er voor je en steun en ik maak van heel dichtbij mee wat je allemaal doormaakt. En dan nog is het zeg maar ja, lastig om echt te begrijpen wat je doormaakt. Ja. Ja, dadelijk word ik weer emotioneel. Ja, nee, dat is... En ik zei het ook tegen mijn moeder van ja, ik ben wel opgelucht, maar toch voel ik me nog steeds een beetje gek of zo. Ze zegt, ja, weet je, vecht, vlucht, freeze gevoel, dat moet ook nog steeds even uit je lijf, weet je wel. Dat zit helemaal vast in je lichaam. Ik heb pijn in mijn kaak. Ja, maar voor jou, in jouw beleving, is het gewoon serieus een bericht van leven of dood. Ja. Kijk, of als het wel kanker was geweest, dan is nog het hele traject van behandeling en dan was het waarschijnlijk heel goed te genezen en zo, maar nog steeds associeer je kanker gewoon met iets vreselijks en nagenoeg de dood tot gevolg. Ja, je bedoelt voorheen. Want als ik nu ergens anders had gezeten, nou, in mijn oksel had ik dan misschien nog een gelukje gehad. Maar als het ergens anders is gezeten, dan... Nee, ik had het over wat er nu speelde. Dus dat ongeacht waar het zit, voor jou is het nog altijd het gevoel van, oh, ga ik dit wel overleven? Letterlijk. Ja, maar... ja, het is niet alleen een gevoel, het is gewoon de waarheid. Kijk, als het nu in mijn oksel zat en het was één plekje geweest, heel misschien had ik dan nog heel erg gehad omdat het een regionale uitzaaiing was geweest, maar niet ongeacht waar het zat. Want als er een plekje in mijn leven had gezeten, dan was het gewoon gegaan al gelijk om rekken. Omdat je dan weet dat het al je lichaam door is gegaan. Weet je, het komt niet zomaar daar. Ja. En dat is het verandering eraan, weet je. Je kan niet zeggen van, oh, maar er zit maar één plekje in mijn lever. Dat snapte ik dus in het begin eigenlijk niet, hè. Van, ja, maar het is toch maar één plekje. En ik weet dat ook nog zo goed van Suus, die nu helaas is overleden. Dat ze zoiets had van, joh, maar ze had uitgezaaide borstkanker. En dat ze zei, ja, maar haal mijn borst eraf, weet je wel. Want die zorgt alleen maar voor meer uitzaaiingen. En dat deden ze niet, want zo werkte dat niet. Ja. Weet je, het zit al in je lichaam, het zit al in je bloed. Of je lymfe. Dus het heeft dan geen zin meer om, of als het in je lever zit, je lever er deels uit te halen. Want het reist door je bloed heen. En dat is blijkbaar het moeilijke eraan. En het wrangen. Ja. Dus ja, ik hoop dit voor heel mijn leven niet mee te maken. En... ja, misschien komt het ook omdat ik dus ook weer gisteren ook nog weer een berichtje voorbij zag komen van een meid die ook bij de AYA-groep zat, zeg maar, die overleden is dus nu. Die had ook uitgezaaide borstkanker. En ja, weet je, je voelt het gewoon. En dan heb ik ook zoveel van jullie meegekregen. Heel veel mensen die helaas aan hetzelfde schuitje zitten als ik. Misschien dezelfde vorm, misschien een andere vorm. Maar weet je, ze horen dit.
En het is gewoon alsof ze het zelf weer beleven. En dat is zo, ja, je voelt zo met elkaar mee. En ik ben echt ontzettend dankbaar voor de ontiegelijk vele steunbetuigingen die ik heb gekregen. En ja, dat doet toch goed, hoe gek ook eigenlijk. Het is, dat is gewoon steun echt. Steun is altijd fijn. En, ja. Zoveel mensen op afstand die zulke lieve berichten achterlaten. Ja, ja. En dat hadden we nodig de afgelopen dagen. Dus, maar de lieve berichten mogen nog altijd blijven komen. Ja, tuurlijk. Absoluut, ja. En dit betekent alleen maar dat wij gewoon weer verder kunnen. Ja. En wat je zei, het moet nog even uit je systeem. Maar we kunnen in ieder geval weer opgelucht ademhalen, leuke dingen plannen. En genieten van dingen. Genieten van ons mooie leven. Ja. Ja, en het is natuurlijk nog niet helemaal over, want ik heb in september nog een fysieke afspraak met mijn arts. Dat zou eigenlijk al mijn jaarlijkse controle zijn om elkaar fysiek te zien. Er zit nog een operatie aan te komen voor het cosmetische gedeelte, dus daar ga ik jullie natuurlijk ook allemaal weer in meenemen. Dit wordt dus echt een inimini vlogje. Omdat ik dit bericht zo snel mogelijk met jullie wil delen. Ja. Dus nogmaals ontzettend bedankt voor al jullie steunbetuigingen en medeleven. En ik hoop dat jullie verder weer met ons meegaan genieten van alle andere mooie dingen waar we mee bezig zijn en die op ons pad komen. Dus blijf vooral reageren. Ontzettend bedankt. En hele dikke kus. Ciao.